Ooit sprak ik met de moeder van een klein meisje. En het gesprek ging in het dialect. En die moeder vertelde me dat ze, het kind, een keer zei wat ze allemaal moest doen. Zo in het dialect, de moest nog de kamer opruimen en de moest nog nu schoon aandoen. En de moest dit en de moest dat. Waarop een meisje antwoordde, motten die vlegen in de log. Het meisje wilde niet luisteren. Dat moeten, daar moest maar eens een einde aan komen. En ik zou zeggen, blijkbaar had ze zo de sfeer van ons Nederlanders goed te pakken. Want als er iets is wat je Nederlanders niet moet proberen op te leggen, is het te moeten laten luisteren. Dat moeten, daar zijn we allergisch voor. Dat begrijpt onze regering als de beste. Ik denk dat het laatste land in Europa waar bijvoorbeeld het vaccineren verplicht zal worden, is Nederland. Ze passen wel op. Nederlanders zeggen, je moet dit, je moet dat. Wow. Ook in de kerk weten we dat we dat woord moeten vermijden. Want als ik de mensen zeg, je moet zondags in de kerk, want het is een zondagsplicht, of je moet, dan kan ik er donder op zeggen dat de hakken in het zand gaan. Je mag misschien uitnodigen. Je zou misschien dit of dat kunnen doen. En dat zou verstandig zijn. En denk er eens over na om. Maar moeten? En toch wordt het natuurlijk moeilijk met dat hele Oude Testament. Ook met wat Jezus trouwens zegt. De 10 geboden zijn toch, ja, gij zult, gij moet. Maar we hebben een aversie daartegen. En toch. Ofschoon het natuurlijk goed is dat we ons geweten volgen. Dat we niet als blinde soldaten ons maar ergens een kant op laten sturen. En tegelijkertijd, als God spreekt, is er dan niet iets nodig van horen en ook van gehoren, gehoorzaam geven, gehoorzamen? Dat is niet gemakkelijk. En het gevaar ook naar God toe is dat wij een muur optrekken. Dat wij zelf gaan bepalen wat goed en wat kwaad is. Als Jezus in zijn vaderstad komt vandaag in het evangelie, dan onderwijst hij wel, maar er komen kritische vragen. Niet zozeer vragen om iets uit te leggen, meester legt nu ons uit wat hij bedoelt met deze parabel bijvoorbeeld, maar waar heeft hij die wijsheid vandaan en waar de macht om wonderen te doen? Is hij niet de zoon van de timmerman? En men sluit zich af. En dan gebeurt iets wonderlijks. Aan het einde van dat korte evangelie staat er dan: wegens zijn ongeloof deed hij daar niet veel wonderen. Het is goed om die volgorde te horen. Vanwege het ongeloof gebeuren er weinig wonderen. Wij kunnen soms menen dat het andersom is. Wij zeggen God wat wij willen of wat moet gebeuren. En als er dan een wonder gebeurt, dan zal ons geloof ook groeien. Laat ons wonderen zien. Maar die volgorde, daar heeft Jezus niets mee op. Ook een Herodes wilde hem wonderen laten doen. Maar Jezus deed niets en deed zijn mond zelfs niet meer open. Als gij geen wonderen ziet, zult gij niet geloven, zegt Jezus zelfs een keer verwijtend tegen zijn omstanders. En hier, op het moment dat mensen zich zijn aan het afsluiten en niet willen luisteren naar Gods woord dat hier is, zijn er minder wonderen. Het omgekeerde gebeurt dus wel. Als er meer geloof is, zullen er meer wonderen plaatsvinden. Dat vraagt Jezus dan ook telkens. Geloof gij dat ik dit doen kan? En als degene die naar hem toe is gekomen met een bede, dan zegt, ja Heer, ik geloof vast dat gij de Messias zijt, de Zoon van God, of ik geloof vast dat gij dit doen kunt. Dan, zegt Jezus, u geschiede naar uw geloof. Het geloof is dus het eerste wat wij zullen moeten doen. Het geloof is als het openmaken van een deur naar God toe. En dan kan God binnenkomen.
Maar wat doen wij? Zetten we die deur echt open? Kunnen wij blind geloven op Gods woord? Of zijn we toch onze eigen God? Die mensen die zich uiteindelijk niets willen laten gezeggen. Hebben we die deur misschien al opengezet? Hoe ver? Op een kiertje? Of al helemaal? Als we kijken naar hele grote heiligen die in wier leven ontzettend veel wonderen zijn gebeurd. Bijvoorbeeld de heilige Don Bosco. Dan zien we daar inderdaad wonderlijke dingen gebeuren. Meer dan eens was het zo dat hij geen geld had om brood te kopen voor de 400 à 500 jongens die hij in een internaat had opgevangen en voor hen zorgde. Maar er was geen geld, er was geen brood. En dan op het laatste moment krijgt hij een anonieme gift, precies wat hij nodig heeft voor die dag. En uiteindelijk zal Don Bosco zeggen, als ik meer had geloofd, had God meer wonderen gedaan. Wij kunnen als het ware andersom redeneren. Het is allemaal zo slecht. De kerken zijn leeg. De gezondheid is niet goed. Ik heb geen dit niet, heb ik dat niet. En maar waarom doet God niets? God heeft al alles gedaan. God hoeft niet nog iets te doen. Hij heeft zijn zoon al gegeven, die notabene uit de dood is opgestaan. Geloof je dat? Dat Jezus echt leeft, dat Jezus echt bij je wil komen? Ja, dat hij er is. En durf je de stappen te zetten die hij van jou vraagt? Als je dat doet, dan zul je Gods wonderen zien. Misschien andere wonderen dan je vraagt, maar grotere. Laten we met dat geloof door het leven gaan. Ons dat door dat geloof laten sterken. Ja, het woord aannemen dat God tot ons spreekt. Dan zullen de wonderen ons overspoelen. En zullen we God eens zien, van aangezicht tot aangezicht, om hem voor eeuwig dank te zeggen. Amen.